Chippendale, Rescue Ranger, Chippendale, wat een helder. Nee, nee, ze zijn... Oké, ze zijn wel bang. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Odyssey. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we naar het bosrijk gegaan. En hebben we een bloemencollector op zijn donder gegeven. Hebben we 21 maal verzameld. Ik vind het nog steeds erg voor die. En ja, gaan we dus zeker wat meer manen verzamelen. Trouwens, als je hiermee interact, dan, dan krijg je dus een maan te zien. Deze maan wordt pas eigenlijk geactiveerd op het moment dat je het schermpje geactiveerd hebt. Dus probeer het niet eerder te doen. Ga aan de kant, knabbel! Eigenlijk best wel hilarisch hoe dat ik de Engelse namen daarvoor gebruik. Maar goed, we hebben dus al wel wat paarse muntjes. Gaat het nou onweren? Ik zeg juist, we hebben de afgelopen 2 dagen nog geen onweer gehad. En nu in 1 keer... Geen onweren. Wil je naar beneden springen in ieder geval? Of ze zijn nog steeds met die renovatie bezig. Echt vreselijk. Je weet het niet. In ieder geval, we zitten hier in het onderbos. En het onderbos is een gevaarlijke plek. Want in het onderbos, dames en heren, jongens en meisjes, daar is onraad. Al moet weer eerst eventjes een pick-a-pipe doen. Speel je dus mee? Dit is niet random. Dit is elke keer hetzelfde. Voor iedereen is dit hetzelfde en ik pak de verkeerde pipe. Of is het wel random? Ik weet niet of het random is, want volgens mij was het bij mijn vorige, was het links, links. Is het nou midden dan? Is het rechts? Oké, het is rechts. En dan... midden? Nope. Volgens mij is het random voor iedereen. Iemand, trek het na. Ik serieus. Check het. Check het. Kom op jongens, doe het voor mij. Dit is leuk. De pick-a-pipe. Weten jullie nog een Mario Maker? Een spel waar ik super slecht in ben. Oké, we hebben net de middelste gedaan. Boven rechts. Dus links, Stevie. Boven links. Yay! Pick-a-pipe! Onze eerste maan is gelijk een pick-a-pipe. Wat leuk. Jongens, dat is sarcastisch. Nee, dat is niet leuk. We hebben 1000 muntjes, dus met deze... Oh, daar is de T-Rex. We hebben 1000 muntjes, dus met deze kunnen we een heel duur maantje ophalen. Het enige dat we nodig hebben is de beek. Zit hier nog een paar muntjes? Nee. Ah, ik kan het niet pakken. Ah, ik heb het niet nodig. Want je ziet hier namelijk dus in het beekje een blaadje liggen met muntjes in het water. En daar wil je muntjes op schieten. En daar moet je heel veel muntjes op schieten. Dus ja, laten we eventjes naar voren knippen. Nee, weet je wat? Gooi er een fast forward in. Yep, deze maan heeft gewoon bijna 900 muntjes nodig. Weet je nog dat je in de shop een maan kan kopen voor 100 muntjes? Deze vraagt er gewoon 900. Hallo, mag ik alsjeblieft? Ik bedoel, eventjes, serieus. Munten groeien aan de bomen. Ja, natuurlijk als je er ik weet niet hoeveel op blijft schieten. Nou ja, in ieder geval. Deze, waar zat hij ook alweer? Volgens mij... Oh, hi T-Rex. Heb je me gezien? Oh, daar zie ik paarse muntjes. Volgens mij blokkeert de T-Rex onze weg. Volgens mij is dat daar inderdaad de maan die we zoeken. Wee-hoo! 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 Wee-hoo!
Er zit wel een warpipe. Oh, wie is daar naartoe? Ik vind het best. Is dit niet de pikkenpipe die we gedaan hebben? Of is dit wel... Nee. 23 is... Oh nee, 21 is number 3. 21 is... Hè? 22... Ik ben de reference kwijt. 23 is number 1 was het, maar hier is het... 21 is number 3. Yay. References. Yay! Schatkist in het onderbos. Zo moeilijk. Ik ben zo blij dat we dat gedaan hebben. Eens eventjes kijken, want dan gaan we weer terug naar... Nou ja. Het grappige is trouwens al die bomenstaken die je daar ziet. Daar zit geen maan aan. Ja, je kunt er een zaadje naartoe brengen en dat brengt je weer naar het bovenste gebied. Maar ook al vul je ze allemaal, je krijgt er geen maan van. Het is wel handig om ze alvast te activeren, dus laat ik er alvast een paar even activeren. Hallo. Ik wou raak gooien. Wat denk je dat ik in mijn handen heb, Kevin? Niet om het een of het ander. Even kijken. Hier hebben we trouwens een outfit voor nodig. Daar hebben we een... Ja, ik vind het eigenlijk altijd een beetje een Paul van Gorkum, de baron van Neemweg. Als je reis door Amerika hebt gezien, als ze in Florida zijn. Dan heeft hij dus echt zo'n petje op. Dus ja. Maar dat is, daar heb je de onderzoek-outfit in ieder geval voor nodig. Eens eventjes kijken, want er zijn hier nog veel meer manen die we kunnen halen. En we zagen net wat paarse muntjes die ik bijna vergeet. Oh boy. En niet te vergeten dat we de Scarecrow ook nog hebben. En je hebt hier nog een T-Rex. Dus er is hier nog genoeg te doen ondergronds. Oh, wacht wel even. Ik bedoel, waarom ook niet, hè? Kun je het maar meenemen. Ik bedoel, het is niet voor een maan. Maar het is wel heel erg handig voor de paarse muntjes. Eens eventjes kijken. Volgens mij is dat daar dadelijk ook een secret. Daar hebben we de T-Rex voor nodig. En de T-Rex is eigenlijk best wel creepy. Want hij zit nu achter ons. Oké, daar zit hij. Hi! Laat mij alleen. Alsjeblieft. Oké, in ieder geval als hij dus tegen de... Ja, als hij tegen de boom aan botst, dan is hij even buiten westen. En dan kun je hem, ja... Even voor een ritje meenemen. Ik bedoel, ik vind het echt super creepy hoe dat gewoon dus echt... Even kijken, is dat hier een secret? Nee. Hoe dat je dus hier in het donkere woud rondloopt en dat er gewoon dus een T-Rex is, weet je wel. En op het moment dat de T-Rex je ziet, ja, dan komt hij achterna. En je kunt Cappy pas gebruiken op hem op het moment dat hij daadwerkelijk een boom heeft geraakt. Anders kun je hem niet gebruiken. Kan ik even... Oké, die hebben we nou. Mooi. Dus, again, super creepy in mijn mening. Even kijken. Volgens mij is dat hier... Wat is iets? Blijf heel even hangen, ja? Nee, hier zit niks. Oké. Trouwens wel een handige truc om hem te refreshen. En met refreshen bedoel ik dan op het moment dat je... Ah, hier zit iets. Is dit een maan? Juist! Onder een steen bij het beekje. Dus ja, daar heb je dus onze erectie voor nodig. En volgens mij is dat het enigste waar je erectie voor nodig hebt. Kijk, die hebben we ook al gedaan. Ik weet dat er nog ergens een deur zit. Tenminste, dat denk ik. Dat weet ik niet zeker. Ja, daarboven waarschijnlijk. Oh nee, daarboven daar zit ook een... heel goed verborgen. De sarcasme druipt nog net niet van mijn stem af. Maan! Onder de wandelende boom. Oké, het feit dat jij ermee wandelt, dat is bijzaak, maar de wandelende boom. Oh, en trouwens, ja, je springt dus eigenlijk van een afgrond om hier te komen. Spring hier niet naar beneden, want ja, dat wordt gecount als death. Dus dat je gewoon van die andere afgrond mag springen, je moet het maar weten. Dan zit ik heel eventjes te denken. Zat hier niet ook nog een... Nee, oké.
Maar ja, we hebben sowieso nog de Scarecrow te doen. Is dat hier niet een ding achter? Onder? Boven? Oh nee, hier zit er één. Dit steentje hier. Is ook weer zo'n geval van je moet het maar weten. Want ja, alle manen die je dus hier vindt, die komen dus ook niet op een map. Want als je op de map zit, dan zie je dit. En ja, dat is gewoon één gebied. Dus je hebt er niks aan. In ieder geval... Nou, eens eventjes wil breken. Dat zou fijn zijn. Misschien kan ik er een crown pound op doen. There we go. Man! Even kijken, waar zit de Scarecrow? Mijn richtingsgevoel hier is altijd zo goed geweest. Namelijk ook heel erg leuk, hoe dat je dus gewoon random moet zoeken waar dat de maan zit. Ik spring nu gewoon echt letterlijk gewoon naar een random richting in. Hopen tot de maan daar zit. Oké, het is niet die kant op. Duidelijk. Woehoe! Weet ik niet trouwens nog die tijd dat ik stormchase deed. Oh, goede tijd. Ondertussen is onweer hier zo zeldzaam geworden. Oké, laten we die kant eens op gaan. Daar zit hij ook al niet. Oh, daar zat hij! Oké. Okay. Oh, ah. Hi. Maat, kerel, dude. Hoe gaat het ermee? Hoe is het met je moeder? Uh-oh. Oh, dat is zo terrifying. Heerlijk, joh, zo'n Mario game. Wie heeft uitgevonden dat dat een goed idee was? Ik ben erachter, man. Je weet niet waar ik ben. Nee, je hoort niet te weten waar ik ben. Oké, je moet pesten. Dat is echt van Mario. I do not like that. Het is zo'n lekkere horror. Maar ik weet niet, voor een Mario game verwacht je het eerlijk gezegd niet. Tenminste, ik niet. Even kijken, daar hebben we de steen. Daar ben ik de Scarecrow weer kwijt. Uiteindelijk wist ik welke kant ik op moest. Goomba's! Nou, eigenlijk zijn het Goombinis. Kleine Goomba's. Uit het hoofd is namelijk de enige ster die ik nog weet. Maar in ieder geval, ik heb geen zin om de hele tijd rond te blijven springen. We knippen wel heel even vooruit. Hier moet je wezen. Niemand gaat nou geloven dat ik dit in één keer gedaan heb. We hebben een maan. Zoektocht in het onderbos. Eens even kijken. Dan, het enige wat we nou nog hebben is volgens mij hier het kostuum. Mocht ik dat mis hebben, nou ja, dan komen we daar wel achter als we de Amiibo Hunt gaan doen. Dus, maar goed, in ieder geval terug naar de overwereld. We zijn een kwartiertje bezig, dus dat valt nog wel mee. Nou ja, we zijn zelfs korter bezig in verband met die fast-forward. Van die muntjes die we moesten schieten. Speaking of... oh, we zijn hier naar boven. Zat hier nou... want dat hebben we volgens mij al gedaan. Ja. Deze is gemeen. Want ja, deze die... dit is eigenlijk best wel een verborgen. Dus die kunnen we nou wel meenemen. Waarom ook niet? Ik weet dat er hier ook een paar paarse muntjes zitten. En we kunnen elkaar ons eigen hier naar boven schieten. Dan komen we er boven uit. Maar dat is allemaal niet nodig. Want wat we willen doen is, we willen deze meenemen. Is aan de zijkant staat, denk ik. Nee, goed zo. Poink. Poink. Hallo. Ik wil jou eigenlijk negeren. Maar helaas, je verbrandt mijn kont een beetje. En daar ben ik niet blij mee. We willen hier eigenlijk... naar boven toe. En hier zit een verborgen maan. De nood in de tunnel. Nou ja, dit is niet echt in de tunnel, maar goed. De fibro die hier zit, ja, je kunt... Je kunt hem eigenlijk dus zeg maar wel meenemen, maar je hebt er weinig aan. Er is niet echt iets wat je in de hands moet steken met hem. Maar het is grappig, je kunt met vuurballetjes gooien. Ik bedoel, dat is een keer iets heel anders dan de Hammer Brothers suit. Laten we eerlijk wezen. Haha! Oh, trouwens. Helemaal vergeten. We hebben nou wel die hidden gedaan. Maar je hebt ook nog een obvious hier. Ik bedoel, obvious man is obvious.
ga je naar boven toe. Dat is echt letterlijk het enige wat je doet. Ga je naar boven toe. Man! Ik bedoel, nu is het wel weer handig om inderdaad te kijken van... Goh, hoeveel manen had hij in het begin van deze aflevering en hoeveel daarna? Want ik heb geen idee meer hoeveel manen dat we hebben. 9? Ik denk dat er hier 9 zijn. Ik gok 9. Nou ja, we kunnen hier in ieder geval nou heel erg veel paarse muntjes meenemen. En we nemen de maan aan de maan aan de maan aan de maan. We gaan naar de maan! Oké, weet je wat? Echt serieus, ik heb jou niet nodig. Duurt te lang. We hebben al 50 paarse muntjes op. 53 paarse muntjes, gaat de goede kant op. Eens even kijken, maar volgens mij zit hier boven verder niks. Dat is alleen maar de route naar die andere locatie. Maar, oh ja, laten we naar beneden rollen en weer terug naar het T-Rex park gaan. Nee, dit is geen death. Jullie hebben niks gezien. Het is gewoon een transactie weer terug hier naartoe naar deze 3 muntjes. Wel lief tot ze je hier wel naar de muntjes brengen. Niet zoals in dat andere rijk. Waarin dat ze dus ik weet niet hoe verborgen zaten. Echt serieus. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe hekel dat ik wel niet heb. Aan de paarse muntjes. Oh ja, hier willen we nog een tank naartoe brengen. Dat willen we hier doen. Maar dat is niet zo moeilijk. Volgens mij zat er ook in een van deze stenen een maan. Even kijken, was jij het? Nee. Ik weet dat er hier nog een steen is met een maan. Wel grappig dat je elke keer denkt van... Oh, kijk nou toch eens, dat geeft een maan. Nee, tegenwoordig zijn er maar een paar die nog een maan geven. Sommigen die geven helemaal niks. Ik zit echt te denken, maar volgens mij was er hier nog wel degelijk een steen... die ik weet niet hoeveel moest voetballen. Is deze het? Nope. Ja, jou hebben we al. Wat is deze dan? Ja! De voetbalsteen! Die moet je zo vaak raken. Dat is gewoon vervelend. Ah, misschien kan ik al beter wel mijn Amiibo's alvast eventjes starten. Van op het moment dat ik absoluut niet meer weet waar dat, de manen zitten. Tot we geen 5 minuten hoeven te wachten. Dat is iets wat ik alvast eventjes ga doen. Geef me een seconde. 1 seconde later. Oké, nou die is alvast aan het chargen. Dan zit ik te denken, is dat hier nog? Nee, die hebben we al gehad. Het grappige is, hierboven, daar zie je dus die ringen zitten. En dan kun je dus gewoon met een walljump komen, maar dat is het enige wat er zit. Er zit verder niks. Ik denk toch alvast eventjes het kostuum gaan halen, zodat we die maan ook alvast out of the way hebben. En ja, nogmaals, de cowboy look is leuk. Maar variatie is toch ook wel leuk. En dan hebben we de volgende, hebben we dus de onderzoekers outfit. Wat best wel leuk is. Nou, hij is aan het zoeken. Daar is de shop. Sowieso hebben we ook nog de 100 muntjes maan. Wel grappig. De 100 muntjes maan die je in elke wereld koopt, die telt dus wel mee bij de 880 muntjes. Oeh, je hebt een nieuwe outfit, maar hebben we daar genoeg voor? Nee, daar hebben we niet genoeg voor. Daar hebben we dadelijk wel genoeg voor. Ik bedoel, dat is ook wel een hele grappige outfit. Shop! Hortus Robotanicus. Robotanicus, oké. Okay. In ieder geval, dit is de outfit die we nodig hebben. Die willen we nu al dragen, inderdaad. Helaas hebben we niet genoeg om de andere outfit ook gelijk te kopen. Maar deze outfit willen we zeker meenemen, want dan kunnen we, hoe heet dat, beneden nog een maan ophalen. En dat is de kostuumgerelateerde. Wat een aparte steen. Ja, inderdaad. Dat is echt endgame. Dan zitten we al op de 600 manen of zo, denk ik. Tenminste, dit is nou een ruwe schatting. Maar als ik dan echt een dadelijk gelijk heb tot we echt op 600 manen zouden zitten. Oef. Oké, nou in ieder geval. Wee! Oh nee, wat doe ik nou? Oh, niks. Ja. Ik heb geen facecam, dus dan heeft het gek staren naar een camera niet echt veel nut. Ah, in ieder geval terug in het onderbos. In het mooie bungalowbos. Nee. Even kijken. We willen naar... Waar zit die? Waar zit die? Waar zit die? Daar hebben we het overpriced maantje. Die hebben we ook al voor elkaar gekregen. Volgens mij zat die dan... Hier. Muntjes. Hij zat bij een waterval volgens mij. Dus we moeten bij het water blijven. Dat is zeker. Even kijken, waar stroomt het water? Hier naar boven. Wee-hoo! Wee-hoo! Wee-hoo!
Woehoe! Ja hoor. Hallo. Ik heb me toegelegd op de beveiliging van deze locatie. Luidig toegang voor ontdekkingsreizigers. Ik zie dat u het volledig begeven heeft. Uw outfit nodigt u tot grote ontdekkingen. Komt u verder. Yay. Slotje gaat open, wat leuk. Oef. Het grappige is, er staat gewoon alleen een kistje met de maan. Meer heb je hier niet. Maar goed, terug naar de oppervlakte. Van zwart naar wit naar transactie met video-editing. Oh, ik hou ervan als sommige edits goed uitpakken. Ik denk dat we nog wel één locatie kunnen doen voordat we deze aflevering tot een halt... Nou, trouwens, wacht heel eventjes. Ik moet niet vergeten dat we een fast forward hebben wat bijna iets van 8 minuten scheelt of zo. Al vraag ik mij wel af. Volgens mij als je dat... Nee, dat was geen maan. Helemaal zwart-wit weet je wel van... Oh jawel, dat is wel een maan. Nee hoor. We willen hier naartoe. Volgens mij kon je daar alleen maar komen via de andere zijde. Via die kant daar. Eens even kijken. We zitten nu hier. Oké. Kun je naar boven? Iets zegt mij dat die boven wel nog een maan zit. Waarom zou je hier anders helemaal naar boven kunnen, toch? Laat het eerlijk wezen. Beetje zinloos zijn, hè? Ja! Ja! Ik negeer jou! Kun je misschien hier een vuurtje opgooien? Mag een vuurtje? Ploep! Maan! De nood achter twee muren! Maar ja, het punt is, nu hebben we daar dus de 4 muntjes gezien. En dan denk ik bij mij van dadelijk vergeten we weer volkomen die 4 muntjes te pakken. Dus ik ga eventjes toch maar die kant. Ik weet zeker dat je zo niet daar kan komen. Toch? There rest my kaas. Tenminste, ik denk juist dat je hier naar boven moet klimmen. Ik kan trouwens mijn joystick schudden, maar je kunt ook gewoon button bash op I om sneller te... Wat is het trouwens voor klimanimatie? Maar goed. Goeie manier om hier dus boven te komen. Hallo. Even kijken, want dan zou het... Kan de achterzijde? Nee, die hebben we al. Oh ja, dit is ook weer nieuw. Eigenlijk wil het dat je hier walljumpt. Oh, ben ik op tijd. Natuurlijk ben ik op tijd. Waarom twijfelen jullie zo aan mij? Weer een maan. Dan zit ik heel eventjes te denken. Ik weet dat die boven... Hebben we dat bovenste daar al niet gedaan? Volgens mij wel. Nee, volgens mij niet. Ik zit al eventjes te kijken, want ik weet toch zeker dat je hier... Ah, hier zit hij. Ja, kijk, daar zou je dus nooit aan kunnen vast hebben gegrepen. Dus weer 4 paarse muntjes. Nou, die 4 paarse muntjes dus, die we dus net zagen. Dit is de manier om erbij te komen. Eens even kijken. Kunnen we? Ik denk zeker dat we hier... Ik weet niet of we die raket gedaan hebben, dus ik ga eerst even naar die raket toe. Wee! We spelen dit op een Switch! En ik zeg wie, zomaar. Nee? Werkt het niet? Wee! Ook al is het een Switch, alweer. Ik weet nog niet eens of we deze gedaan hebben, volgens mij niet. Well, dat was een waste of time. Ja, dat hebben we wel gedaan. Eens even kijken, we hebben die gedaan, we hebben dat gedaan. Nou ja, aan de andere kant, we zitten alweer op 35 maanden in totaal in deze wereld, dus... Inderdaad. Even kijken. Wat nu? Oh, daarboven zitten nog paarse muntjes. Kijk de hoeveelheid paarse muntjes dat we nou al meenemen, jongens. Hebben we dit al aan de zijkant? Dat is dat platforming. Ja, die hebben we ook al gedaan. Hallo. Dan moet ik eigenlijk naar boven toe. Ik weet dat ik een warp zou kunnen gebruiken, maar... Geen zin in een warp. Waarom zou ik een warp gebruiken? Ik bedoel, platforming is toch veel leuker? Laten we eerlijk wezen. Hoppakee. Challenge met de platforming. Kijk of het te doen is. Nice. Oké, die even gelijk mee.
Want dit is volgens mij de ruimte tot we een... Oh, wacht even. Dat zijn wel. Die nemen we nog wel mee. Die nemen we nog wel mee. Waarom ook niet? Dit is namelijk de plek waar je een tank van de muur op wil rijden. Hier naar beneden toe. En dan kunnen we de maan die hier beneden zit pakken. Wat leuk! Er zit hier een rotsblokje. Ach, daar hebben ze weer hoor. Chip en Dale. Ja, de Amiibo is ready, maar ik weet nog veel maan uit mijn hoofd. Nou ja, veel. Redelijk wat. Zoals deze. Binnen in een steen. Maar ik denk dat we weer genoeg manen in deze aflevering te pakken hebben gekregen. En tot we in de volgende aflevering op zoek gaan naar de resterende manen. Tot we dit eventjes rappen. Dus ik denk jullie sowieso naar het kijken van deze video. Heb je een leukste momentje? Laat weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ja, in onze beschrijving hebben wij heel veel links staan, weet je wel. Zoals onze Discord, onze Twitch, want wij doen ook livestreams. Dus ben je geïnteresseerd, kom zeker een keertje langs als je daar de tijd en de zin voor hebt. Of wil je nou een keertje tot, mijn stem iets voor jou inspreekt. Klik op onze Fiverr pagina en kunnen we misschien wel een voicemail. U heeft mij proberen te bellen. Ik ben er niet! Ik weet het niet. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken, tot de volgende video. Doei!